Dag lieve kinderen, hier is meneer Van Zril. Nou, ik ga, want het is natuurlijk bijna 5 december en dan moet je er toch altijd een beetje vief uitzien. Ik ga vandaag naar de kapper. Ja, ik ga naar de kapper, ik ga mijn haar lekker laten doen, zodat ik er weer goed uitzie voor Sinterklaas. Ja, dat wordt heel erg leuk, denk ik. Ik weet nog niet wat ik ga doen, want ja, wat kun je ervan maken, hè? Je weet het niet, Dus ik laat dat lekker aan de kapper over, dat hij een mooi kapseltje voor mij gaat maken voor Sinterklaas, 5 december. Leuk feest. Ja, dat dus. Nou, ik ga naar de kapper. Ja, dag. Gaan jullie mee, kinderen? Kom, gezellig. We gaan lekker naar de kapper. Kom, kom binnen. Hou je mond, jij. Zo. Nou, goedemiddag allemaal. Goedemiddag, meneer Van Driel. Ach, kijk, ze kennen me. Ja, ik kom hier al jaren. Daarom zit mijn haar altijd zo leuk. Echt waar. Zo, dan doe ik even mijn das ophangen. Want ik ga naar de kapper, hè. Ja, ik moet geknipt worden. Dus ik ga een mooi nieuw kapsel krijg ik. Hallo. Ja? Hallo, meneer Van Driel. Wilt u eventjes wachten? Want ik ben nog even bezig. Oh ja, dan mag u even gaan zitten daar. Nee, ja? Oké. Zo, lieve kinderen. Spannend, hè? Ja, het is toch wel leuk om een nieuw kapsel te krijgen voor 5 december. Voor de dag, hè? De dag van de pakjesavond en zo. Het duurt wel heel erg lang, hè, kapper? Ja, ik kom eraan, hoor. Meneer Van Driel, komt u even mee? Oh, ja, ik ben klaar voor u. Oh, fijn. Ja? Ja. Komt u maar, hoor. Spannend. Gezellig, hè? Ja, mag ik hier gaan zitten? Ja. Oh, wat leuk. Ja. Zo. Haha. Nou, het ziet er allemaal gezellig uit, hè? Ja. Zo, hallo. Ga jij ook lekker naar de kapper? Ja. Zit jij ook lekker bij de kapper? Ja. Ja? Krijg jij ook een nieuw kapsel? Ja. Oh. Hij is nog niet klaar bij jou, denk ik, hè? Nee. Bijna. Oh, leuk. Nou, ik hoop dat ik wel een ander kapsel krijg. We gaan ons best doen, natuurlijk, hè? Ja, leuk. Ja. Heel gezellig. Zullen we er eens wat moois van gaan maken? Oh, dat zou heel fijn zijn, kapster. Ik moet kapster zeggen, natuurlijk. Ik ben geen kapper, maar hij is kapper. Hij is kapper. Ja. Nou. Ja, wat zullen we eens gaan doen? Wat zullen we doen? Dan gewoon eigenlijk altijd hetzelfde, hè? Ja. Nou, ik ga even wat pakken. Wil u een kopje koffie? Meneer Van lekker. Driel, ja? Krijg ik een kopje koffie. Ja. Ik ga even een kopje koffie pakken voor u. Oké? Okay. Ja, lekker. Kom zo terug, hoor. Ja. Hey, dank u wel. Spannend, hè? Vind je het niet? Ik vind het altijd heel erg spannend om naar de kapper te gaan. Nee. Vind je dat niet spannend? Nee. Nee? Oh, nou, ik vind het altijd heel erg spannend om naar de kapper te gaan. Want ja, je weet niet hoe je naar buiten gaat, hè? Meestal is het altijd wel een goed resultaat, maar ja, het kan ook helemaal fout gaan. Hè? Ja. Ja, dat is bij jou. Nou. Zo. Dan krijg ik lekker mijn bakje koffie. Nou, kijk eens. Weet je wat dat is, lieve kinderen? Dat is een lachspiegel. Grapje tussen. Ach, kijk, hij krijgt lekker bakje koffie. Ik sta al klaar met de koffie. Ja, kijk eens aan. En een lekker chocolaatje van de bakker. Een chocolaatje van de bakker. Ja, en het is een verrassing wat erin zit. Het heeft een beetje met Sinterklaas te maken. Oh, echt waar? Ja. Dat is een spekje. Een spek, ja. Een spekje. Ja. Oh, lekker hoor. Nou. Spannend, hè, lieve kinderen. Zo, meneer Van Driel. Oh, ja. Ja, ik krijg even een handdoekje om, want ik ga even spuiten met de waterspuit. Met de waterspuiten. Oh, hij doet het niet meer. Nee, hij doet het niet, hè. Godzang. Ja, dat is vervelend. Nou, je bent bijna klaar, zie ik wel, hè. Waar zit je nou nog op te wachten? Op de bus? Nee, op een beetje gel. Op een beetje gel zit. Hij zit op een beetje gel. Dat komt er zo aan, hoor. Oh, jee. Misschien kan ik de gel van uw haar wel in zijn haar stoppen. Ja, wie weet, hè. Ja. Een hele rare opmerking. Nou, zijn we. Ja, ze gaat goed, hè? Ja. Ik ga mooie krullen bij u maken. Ik krijg er zo'n zin in. Ja. Kijk. Nou, heel apart allemaal dit, hè? Heb ik nog nooit gehad, hè? Zo die krulletjes. Nee. Maar je moet alles een keer proberen in je leven, toch? Ja, dat is waar.
hebben ze bij jou ook niet gedaan, denk ik, hè? Nee, daar heb ik weer mee geluk. Wat zeg je? Daar heb ik weer geluk mee. Je hebt daar mee geluk mee, hè, kind? Ja. Bij jou hebben ze een bloempotje opgezet. Nou. Ziet er goed uit allemaal weer, hè? Mooi, hoor. Ik ben zo klaar. Ja? Ja. Het is zo gebeurd. Goed zo. Nou. En wat gaan we dan doen? Dan ga ik u even onder de droogkap zetten. Onder de afzuigkap? Nee, meneer Van Driel. De droogkap. Ik ga allemaal weer. Nou. Ik heb het haar nat gemaakt. Moet ook weer droog natuurlijk. Ja, dat begrijp ik. Dat begrijp ik. Maar eerst... Wat? Gaan wij nog een mooi haarnetje opzetten. Gaan we nou een visnetje eroverheen doen? Nou, het lijkt net zo'n Egyptische koning nou, hè? Ja, nou... Staat goed, toch? Ja, het ziet er allemaal gezellig uit. Even de kap voor u, oké? Okay? Even de kap, ja. Doet u maar, ga ze lekker de kap halen. Ziet er chic uit. Zie je? Je vindt het er niet uitzien, hoor. Je vindt het maar een beetje raar, vind je niet? Nee. Nee? Was toch goed bij u? Dat is een grapje, hè? Misschien. Heel het kind. Zo, meneer Van Driel, daar komt hij hoor. Oh. Even laten zakken en nou ga ik hem aanzetten. Dat is heel gevaarlijk dit. Oh jee. Beetje raar gevoel allemaal, hè? Net omdat ik nou in een vliegtuig zit. Het duurt maar een uurtje. Een uur? Wat zegt u, een uur? Moet ik een uur in dit ding zitten? Vreselijk. Toch niet leuk, lieve kinderen. Maar ja, je moet wat over hebben, hè, voor Sinterklaasdag en zo, 5 december, hè. Het wordt wel een beetje warm. Het wordt een beetje heel erg warm. Vreselijk. Het gaat goed, hè, meneer Van Driel? Vies warm, hè. Beetje benauwd allemaal, het is wel warm onder die kap hoor. Vreselijk. Oh meneer Van Driel, zal ik u komen redden? Oh ja, bent u klaar eindelijk? Nou eigenlijk nog niet helemaal, maar we hopen dat het goed komt. Vreselijk. Zo. Nou dat is een hele ervaring hoor, lieve kinderen. Als je haren zo worden afgezogen. Jeetje mina. Zal ik de rolletjes er maar even uithalen dan? Oh ja, het zou wel heel erg fijn zijn, hè? Ja, nou, ik ben benieuwd naar het resultaat, hoor. Het is fantastisch geworden, meneer Van Driel. Fantastisch. Oh, ik ben zo benieuwd. Oh, ja. Kijkt u maar Kijk nou in de spiegel. In de spiegel. Ja, het is weer eens wat anders, hè? Ja, het is heel erg leuk. Dank u wel. Ja. Graag gedaan, meneer Van Driel. Ja, ik ga er vandoor. Moet ik nog afrekenen voor dit resultaat? Nee, deze keer krijgt u dat van mij voor uw Sinterklaas. Oh, wat fijn. Dank u wel. Nou, lieve kinderen. Dit was het dan weer voor deze keer. Ik ben lekker naar de kapper geweest. Het ziet er weer heel anders uit als normaal, hè? Weer eens een beetje moderner en zo. Nou, ik wens jullie allemaal weer een prettige dag. En tot morgen. Want ik heb een heel speciaal plannetje voor morgen. Zo, nou dan ga ik er weer vandoor. Bedankt hoor, kapster. Dat is goed hoor. Dag meneer Van Driel, tot de volgende keer. Ja, hè? Nou dat weet ik niet. Dag, tot ziens. Dag.